Dames en heren, goedenavond. We gaan vanavond over drie biografieën praten. Drie nieuwe schrijversbiografieën. Dat zijn de in december verschenen biografie van Jan Handlo, verdedigd als proefschrift door de auteur, de Neerlandicus Hans Renders. Dat is een nieuwe biografie van de Russische dichter Pushkin. Die komt uit Engeland, deze biografie. En is geschreven door Elaine Feinstein, een bekende biografe. En tenslotte een Franse biografie, geschreven door Laure Adler. En die behandelt de levensgeschiedenis van Marguerite Duras. Ik praat erover met Ime van der Poel, romaniste en in de weer met een intellectuele biografie, zeg ik maar, van Christa Julieva. Met Bas Heijnen, schrijver en essayist voor NRC Handelsblad. En met Willem Otterspeer, historicus en biograaf van Bolland. Een veelgeprezen en bekroonde biografie. En inmiddels aan het werk met een dubbelbiografie van Bakhuis van der Brink en zijn 20e eeuwse dubbelganger. Ik wil graag beginnen met de biografie van Pushkin. Dat is zeker niet de eerste, maar wel een bijzondere, omdat er na de veranderingen in de Sovjet-Unie weer wat meer materiaal toegankelijk is dan er voor deze was. Er zijn daarom ook de afgelopen jaren meer auteurs geweest die Pushkin-biografieën geschreven hebben. We hebben deze gekozen omdat hij net uit is en omdat hij een heleboel van het onderzoek verenigt. En we komen daar het levensverhaal tegen van Pushkin als dichter, als lid van een intellectuele, kritische beweging. We schrijven de eerste decennia van de 19e eeuw in het totalitaire Rusland. En we volgen Pushkin vanaf zijn eerste dagen. We zien hem als dichter, als auteur van de Stenen Gast en van de Bronzen Ruiter en later van het hele grote Yevgeny Onegin opereren. En we zien hem vooral ook in zijn maatschappelijke omgeving, in zijn omgeving van schrijvers en opstandelingen. Hij behoorde tot de groep die in de jaren 20 de zogenaamde decabristenbeweging vormde. Een beetje aan de periferie daarvan, die een eind probeerde te maken aan de totalitaire aanpak van de tsaar. Bas, mag ik met jou beginnen? Wat vond je van Feinsteins Pushkin-biografie? Het is niet zo moeilijk om te zeggen. Het is een intelligente, ik vond het een intelligent geschreven boek. Ik bedoel, de stem van de auteur is voortdurend zinnig over het leven van Pushkin. Maar in twee opzichten vind ik dat het je eigenlijk totaal onbevredigend achterlaat. En dat zijn de belangrijkste. Is namelijk één, dat je eigenlijk niet voelt waar het werk van Pushkin uit voortkomt bij hem. Je ziet een man die een soort gevangen raakt in zijn wereld, de wereld van de tsaar. Hij is eigenlijk een halve leven balling, maar tegelijkertijd adel. Dus hij zit aan het hof geklonken, maar eigenlijk meestal in ballingschap. Maar zijn wereld is die van de bovenlaag van de Russische samenleving. En het is eigenlijk te netjes als biograaf, vind ik. Het is, wat je verwacht is toch dat je op een gegeven moment het kloppend hart van Pushkin voelt. Ook al is dat dan een constructie van de biograaf, dat weet ik. Ze durft om het nuchter te zeggen, niet bij zijn ballen te pakken. Je voelt niet die man, want er zit enorme spanning in het leven. Het is een leuk levensverhaal. Het is ontzettend spannend. Het is een interessante tijd, het is een begaafde auteur, wiens begaafdheid ook al op hele jonge leeftijd blijkt. Ja. Hij is bovendien door die maatschappelijke betrokkenheid, is hij ook echt onderwerp van de geschiedenis. Ja. Als je één voorbeeld kan geven waar ik denk van ja, dat ziet ze een beetje vreemd. Is bijvoorbeeld, ze zegt bijvoorbeeld, ja, zo vaak komt het, Pushkin sterft in een duel. Nou, dat is wat de meeste mensen van Pushkin weten. En zij zegt dat ja, hij anticipeert daar zo vaak op. Hoe dat hij dat toch voorvoelde, dat hij dat zou gaan gebeuren in zijn leven. Want hij heeft het schot gaat over een duel. Yevgeny Onegin speelt een duel. Dat hij dat toch voorvoelde, zegt zij. En denk ik, ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat hij er onbewust gewoon naartoe werkt. Nou, en heeft hij zijn halve leven heeft hij geduelleerd. Precies, hij zocht het gewoon. En dan doet zij alsof hij een soort van bovenaf een voorgevoel krijgt. Vandaar dat hij anticipeerde, omdat hij kennelijk een soort doodsverlangen had en dan juist dat duel als een soort symbool daarvoor had. En als iemand dat mist, of daar niet op durft, die sprong niet durft te maken om daarop voor te beduren,
Ja, dan blijft het heel erg aan de buitenkant. Het is een schrijversbiografie. Dus je maakt gaandeweg die biografie kennis met de auteur. Maar je ziet hem ook dat oeuvre tot stand brengen. Schrijven van die eerste gedichten, ook inderdaad in ballingschap. Het moment dat hij proza gaat schrijven. We komen veel fragmenten uit dat werk ook tegen. Hoe vind je dat ze daarin in te werk is gegaan, deze mevrouw Van Einstein? Ja, ik ben het in grote lijnen eens met wat Bas zegt. Het schrijverschap of wat hij geschreven heeft, zijn werk, is er zo'n beetje op dat leven geplakt in deze biografie. En in tegenstelling tot het voorbeeld wat jij geeft over het feit dat hij als het ware toch toegeleefd heeft naar die dood of wat er dan ook is, durft aan de andere kant, wordt er eigenlijk nooit een link gelegd tussen dat leven en dat werken. Dat is natuurlijk ook wel hachelijk, maar bijvoorbeeld, een ander voorbeeld dan wat jij gaf, Don Juan, hè? Hij had een lijst van 113 vrouwen die hij had bemind, dus we kunnen zeggen, nou, hij was een Don Juan. Ik denk dat dat ook een zeer aantrekkelijke man was. Hij niet om te zien, maar hij moet iets gehad hebben. Anders waren die 113 vrouwen niet allemaal gevallen. Ook dat komt eigenlijk niet zo erg ter sprake in het verhaal. Maar tegelijkertijd heeft dan, zoals jij zei, De Stenen Gast geschreven. Dus een toneelstuk over Don Juan. En dat is een ontzettend interessant thema, Don Juan. En daar doet ze, terwijl het eigenlijk aan alle kanten aangegeven wordt, daar doet ze eigenlijk helemaal niets mee. Behalve dat ze in 3 regels zegt, hij schreef een toneelstuk over Don Juan. Nou ja, dat lijkt dan erg op Mozart's opera. Aan de andere kant, je krijgt Yevgeny Onegin, zo'n grote gedicht, krijg je al vrij vroeg. Krijg je daar contact mee in het boek, mm-hmm. Omdat ze dat helemaal autobiografisch leest. Dus ze haalt steeds fragmenten uit dat gedicht aan om, als was het een gebeurtenis in zijn leven, te illustreren. Maar het probleem ligt nog dieper. Zijn werk is vrijwel onvertaalbaar. En zeker niet navertelbaar. Dat wordt allemaal vreselijk saai als dat gebeurt. En ik heb geprobeerd, ik heb een aantal van die vertalingen van Onegin naast elkaar gelezen, probeer te lezen. En het is altijd dat je verstrikt raakt in hetzij de trucjes van de vertaler. Mm-hmm. En als je echt een beetje, denk ik, toegang tot het gedicht krijgt, denk je, wat is het eigenlijk toch een saai gedicht? Ze gebruikt veel van die poëzie, hè? Ook ja. Om zijn psychologische. Ja. Die prachtige epigrammen, allemaal slecht vertaald. Ja, en zo. Het zijn ontzettend lelijk, zijn ze hierin. Maar ze gebruikt ze om iets te zeggen over zijn levensgeschiedenis. Ja. En ze gebruikt ze eigenlijk als plaatjes, als ja. Foto's. Ja, dat is de grote, dat is het vitium originis van een biografie. Ik bedoel, als een biograaf hoort zich in de nesten te werken, die hoort het werk, laten we zeggen, onafhankelijk als een criticus te interpreteren en daarnaast het leven te beschrijven. En dan heeft hij zich in de nesten gewerkt, want dan moet je die twee op elkaar gaan betrekken. Nee, je moet er toch iets mee doen, natuurlijk. Maar als je het niet in die volgorde doet, als je al met de vooringenomenheid van een biograaf naar het werk gaat zitten kijken, worden het allemaal van die vervelende navolgers. Maar ja, je schrijft een schrijversbiografie omdat het oeuvre belangrijk is. Anders had je een schrijversbiografie hoeven schrijven. Ja. Dus dat zij dat er doorheen probeert te weven. Dat begrijp ik wel. Natuurlijk. Dat vind ik ook legitiem. Het probleem is dat je niet weet wat uit voortkomt. Terwijl het is een soort mecanodoos, die biografie. Als je gaat puzzelen, kom je wel ergens. De bronzen ruiter, een standbeeld van Peter de Grote die iemand achtervolgt tot zijn dood. Ik bedoel, Pushkin, hij neigt tot dominantie, ook met vrouwen veroveren. Hij wil, en voortdurend is hij eigenlijk een doetje. Hij is altijd, de tsaar hoeft zo te doen. En hij is niets meer. Hij bestaat niet meer. Dus hij voelt zich voortdurend onder druk staan erbij. Het boek is heel erg geschreven tegen het historische decor van Rusland in de eerste decennia van de vorige eeuw. Dat heeft niet alleen zijn wortels in het feit dat Pushkin met die geschiedenis veel te maken heeft. Het is ook een keuze van haar geweest om die geschiedenis belangrijk te maken. Ze opent er ook mee. Hè. Ze schetst eerst de context van die machtswisseling aan het begin van de vorige eeuw in Rusland. Van de positie die de intellectuelen innamen. Van het ontstaan van een nieuwe middelbare opleiding in Petersburg. Waar het nieuwe ambtelijke apparaat moest worden getraind. Wat vond je daarvan? Terwijl ik dat niet zo'n goede keuze vind, want voor de hele omgeving van Pushkin was het een evidentie. Pushkin betrek je er niet bij. Die kletst maar raak, die vertelt alles, die versteert de hele onderneming. Dat gebeurde op meerdere malen in zijn carrière. Dan is hij is een van de grote inspiraties van de decembristen, maar hij staat er uiteindelijk zelf buiten. Dus uiteindelijk denk ik dat als je Pushkin wil beschrijven in de context van zijn tijd, denk ik dat je veel beter de werking van de césuur meer aandacht had kunnen. Het feit dat die brieven altijd overal opengemaakt worden, het feit dat er zelfs diep in de familie
Ja. Geklikt. Maar dat loopt hij ook tegen de lamp. Dat, doordat hij een brief dingen schrijft die je beter niet kan schrijven als je weet maar dat de censuur is. Maar dat komt ook wel aan de orde. Ik moet zeggen dat ik die historische context, of hoe je dat moet noemen, dat vind ik eigenlijk een van, van de sterkere punten van deze biografie. Ja, dat vond ik ook wel een dingen mis, hoor. Want er komt een moment... Kijk, het was de eerste Pushkin-biografie die ik las en ik weet niet gek veel van Rusland in die tijd. Dus dat vond ik buitengewoon informatief en ook heel... ook heel interessant. En ja, dat die decembristen inderdaad zijn gedichten kenden en dat zo'n enorme uitstraling had in die tijd. Dat vind ik eigenlijk de sterke kant van deze biografie. Er is één zo'n geval in waar je die historische context ook heel erg nodig hebt. En dat is het moment waarop Pushkin zo ongelooflijk de bak krijgt van die ballingschap, dat hij zich meldt bij de tsaar en zegt, luister, kunnen wij niet een akkoord sluiten, want ik zit hier dus maar weg te kwijnen, dat u voortaan alles voor publicatie te lezen krijgt. Dat is een soort particuliere eindredacteur. Ik had het zaar, ja, geef maar. Ze maken echt een deal. Ja. Dat is dat is wat raar. Wat je dan mist, is die toch zeker claustrofobische kleinheid van die wereld. Ja, Rusland was toen ook al groot. Ja. En die tsaar die dan zegt, nou, geef maar alles wat je geschreven hebt, dan heeft hij niks beters te doen. Nee. Dus dat zit, en dat is een dubbele wereld, vol verraad. Het verraad, loyaliteit. Het is een soort halve vriendschap. Zijn vrouw, als hij eindelijk trouwt met een mooie, leeghoofdige vrouw, dan komt die, is dat de lieveling van de tsaar. Waarschijnlijk, suggereert de biografe, heeft de tsaar iets met haar gehad. Dat is niet ondenkbaar, want die had met wel meer vrouwen wat. Dus er zit een heel raar, claustrofobisch, incestueuze schaduwwereld, is het. Waarin verraad en trouw, en hij schrijft ook lofdichten op de tsaar. En tegelijkertijd is hij de grote held van de opstandelingen. Die dubbelheid... Je ziet het communisme er al in zitten. Oh, nou ja, absoluut, je moet toch ook aan moet een Russische vinding. Ja, maar je moet toch aan de tsaar toestemming vragen of je het land uit mag? Dat heb ik nooit gedaan. Dat vind ik buitengewoon curieus. Maar hij is dus op zijn 20e, is hij al het slachtoffer van al die beperkende maatregelen. Ja. En dat heeft hij ook wel over zich afgeroepen. Tegelijkertijd zie je die hele rare dynamiek. Namelijk dat hij, voordat hij iets gepubliceerd heeft aan poëzie, al zo beroemd is, dat zelfs de tsaar hem serieus neemt. Wat een wonderlijke dynamiek aan zo'n levensverhaal geeft, als dat zo is. Ik wil nog iets vragen. Waar je heel veel over leest bij haar, is die modellering van Pushkin op Byron. Hij heeft jong, via wat kennis op het moment dat hij in de Caucasus is, heeft hij Byron in handen gekregen. En dat ziet hij als zijn grote voorbeeld. Aan de ene kant zie je dus die biografen proberen Pushkin in zijn historische tijd te zetten, maar ook een beetje om hem in de literatuurgeschiedenis te zetten. Door hem dat soort verbanden te laten aangaan. Ik denk dat hij daar ook bewust van was. Omdat Byron had zijn afkomst, maar ook zijn manke voet. En Pushkin had zijn afkomst en hij stamde van een negerslaaf af. En dat was in die tijd natuurlijk toch iets, ook in Rusland, iets zeer ongewoons. En ook voor hem het gevoel van, ik hoor er niet bij. En tegelijkertijd, maar ik ben heel trots, want ik ben uniek. En dat Byron had dat ook. Tegelijkertijd die neiging om de wereld te overheersen, wat Byron natuurlijk ook had met al die vrouwen. En die voorkomen... En dat is denk ik wat zij eigenlijk onderschat. Dat gevoel van totale zinloosheid, wat hem af en toe bekruipt. Dat het leven, dat al het houvast, ook van zijn poëzie, dat is nog het meest houvast, maar ook al die veroveringen in de wereld, die een soort gevecht zijn tegen een gevoel van zinloosheid. En wat van hij leven al heel vroeg gehad moet hebben. Ja. Wat hij eigenlijk al... Ja, ze psychologiseert het wel over. Ja. Hè? Ze komt op een bepaald moment op die veroveringsdrift van vrouwen die hij heeft. Dat is al vrij jeugdig is dat ook gegeven. Uiterst sumier. Ze verklaart het uit. De moeder. Daar begin ik dan te stijgeren. Want dan wordt echt in drie zinnen afgedaan. Van afstandelijke moeder. Dus, dus krijgt hij een enorme, eigenlijk een hekel aan vrouwen. En toch verovert hij zich. Daar geloof ik helemaal niks van. Het kan net zo goed zijn dat hij tegelijkertijd geweldig gefascineerd was door die moeder. Wat op zich wel een hele bijzondere vrouw was. Niet waar, maar dat waren heel weinig moeders in de 18e eeuw. Zeker in die kringen, want die bemoeiden zich überhaupt niet met hun kinderen. Dus je kunt net zo goed zeggen, als je dan toch psychologisch in de weer gaat, dat hij in de gezichten van al die vrouwen die hij najoeg telkens maar weer die moeder probeerde te vinden. En ook de relatie tot zijn vader lijkt mij even belangrijk als die tot een moeder. Ik wil, dat is veel complexer. Dat is waar, maar je komt er met geen enkele vorm van psychologie uit. We hebben toch drie tamelijk psychologisch ingewikkelde gevallen op de bank liggen. En bij het gros van de symptomen herkende ik mezelf ook. Ik had ze bijna allemaal. Daar ga ik je straks iets over vragen. Maar je hebt niet het idee dat dat ook maar de geringste verklarende werking heeft. En dat komt natuurlijk omdat psychologie, als het een beetje wetenschap is, dan werkt het generiek en nooit specifiek en individueel. En zeker al niet op die grote uitzonderingen die we hier hebben. Kijk, al die drie gevallen die we tegenkomen, zijn
kunstenaars die als een soort hoge druk, dat werk, ze zijn een soort hoge drukketel en dat werk, dat als een soort stoom komt dat eruit. Dat is bij Pushkin, Duras en Handlo, zie je dat. Ja. En bij Pushkin is dat ook heel duidelijk. En dat is wat moeilijker te achterhalen, omdat de psychologie nog niet bestond. En de gegevens, het is allemaal wat formeler en het is wat moeilijk af te komen. Maar je voelt het wel als je goed kijkt. En zij maakt het niet voelbaar. Die noodzaak waarom dat werk toch, als het al helemaal tegen zat en als hij volkomen verloren voelde, ging die weer dicht en dan kwam er weer wat. Maar daar heb je de psychologie niet voor nodig, denk ik. Dat kun je gewoon op je boerenklompen ook doen. Ik bedoel, daar hoef je Klein niet voor te hebben en al die andere autoriteiten. Maar zij is niet iemand die overdreven daarvan gebruikt maakt. Het recht zegt iemand, is in een paar zinnen wordt dat afgedaan. En je ouders zijn niet helemaal onbelangrijk. Nee, dat kan je niet onbelangrijk. Dat kan een redelijke rol spelen in dat leven. Laten we van de Sumiere psychologie meteen naar onder andere een cursus in de psychiatrie gaan. Dat is de biografie van Hanlo, Hans Renders. Zo meen ik dat ook jij bent. Een bovenarm dik boek. Het levensverhaal van de dichter, schrijver Jan Hanlo. Een dramatisch levensverhaal. Zeker als je realiseert dat het zich afspeelt in Nederland in de 20e eeuw en nog niet eens zo gek ver uit onze tijd vandaan. Een poging om Hanlo als dichter, maar vooral ook als persoon te begrijpen. Hanlo als dichter van een Sumier, maar wel een zeer beroemd geworden oeuvre. Ik bedoel, de regel Ote boel leeft zo in, de bewustzijn, in het bewustzijn van de mensen voort, dat zelfs de pasties die Komrij ooit maakte, Ote boel, klote regel zonder kloe, door velen gekend en geciteerd wordt. Het levensverhaal kent een enorme dramatiek door de preoccupaties van Hanlo zelf en door wat daarmee gebeurde. Ime, wat vond jij van de Hanlo-biografie in eerste instantie? Ik ben er een beetje gemengd over. Laat ik beginnen met wat ik er toch wel heel goed en heel interessant aan vind. Dat is dat Renders ontzettend veel werk gemaakt heeft van de historische context alweer. En dan met name zeg maar het leven van de katholieken of de katholieke notabelen of de culturele katholieke elite tussen 1910 en 1940. Dus over het tijdschrift De Gemeenschap, over de katholieke filmkeuring en hoe dat allemaal in elkaar met Van Domburg. Ook in het latere leven van Hanlo op een zeer dramatische wijze. Namelijk dat blijkt dat je tot 1969 als homoseksueel vooral moest zorgen om buiten Rooms-katholieke psychiatrische inrichtingen te blijven. Dus dat vind ik heel, dat zijn dingen, daar was ik echt van geschokt hoor. Dan denk ik, god, er werden dus homoseksuelen vrijwillig gecastreerd. Nou ja, toch op een moment dat ik al heel redelijk kon denken. Het schijnt bekend te zijn, maar ik wist het niet. Dus dat vond ik zeer, zeer schokkend. Dat aspect vind ik heel interessant. Renders doet heel veel met psychoanalyse, zal ik het nou maar noemen. We gaan van het Don Juan-complex naar het Peter Pan-complex. Hanlo's enorme verlangen om kind te blijven en om deel uit te maken van een kinderwereld. En je kunt zeggen dat hij, toen hij volwassen was, eigenlijk de rol van zijn verwennende moeder aanneemt ten aanzien van jongetjes waar hij verliefd op werd. Maar ik vind toch wel dat Renders wat, ondanks het feit dat ik grote delen erg interessant vond, vond ik het soms ook wel een beetje erg veel. En ik vind dat hij zich wel enigszins had kunnen beperken. Daar kom ik straks op terug. Maar op die aanpak. Willem, is het een schrijversbiografie? Nee. Het is het tegenovergestelde daarvan. Het is iemand die, de makker van het boek, had je zo net in twee woorden onder woorden gebracht. Namelijk dat het een cursus in psychologie is. Het is namelijk, het heeft het werk rücksichtloos, bijna meedogenloos, in dienst van het leven gesteld. En dat is iets wat je eigenlijk nooit met een man die zo nadrukkelijk als dichter, als schrijver leefde, mag doen. Ik vond het feit dat Nederland op dat moment onder een kaastolp zat. En ik vind dat we dat nu ons zeer moeten realiseren op het moment dat we weer roepen om normen en waarden. Want het is uiteindelijk ook een beetje roepen om weer een kaastolp. Vond ik best aangrijpend, maar ik heb het er zelf een beetje moeten uitpellen. Ik heb veel weg moeten duwen. Maar goed, dat is die redundantie van het boek. Veel belangrijker is eigenlijk dat hij die
dat hij zodra die een overgang, zodra bijvoorbeeld die jongen voor de zoveelste keer opgepakt wordt of in een gesticht gestopt wordt, dan wordt het werk daarbij gesleept om duidelijk te maken dat bijvoorbeeld een gedicht als Argangel vol zit met echolalie, met allerlei dingen. De melodie van het gedicht zelf wordt echolalie, wordt een psychologisch of psychiatrisch symptoom. In feite is het hele oeuvre van Handel in dit boek een verzameling symptomen geworden. Door elke keer als ik die meneer, want hij heeft van die zegspersonen, want het is natuurlijk geen psycholoog, Renders gelukkig niet, maar van die zegsmannen, een zekere dokter van Baar of de Baar of zoiets dergelijks, die elke keer op de proppen komt met van die hilarische teksten. Handlo die beschrijft zijn psychiatrisering, zeg maar, zijn opname, en heeft hij uitermate intelligente theorieën over, hoor. Die nog voor Foucault de psychiatrisering als een soort criminalisering beschrijven. Ja. Maar dan zegt hij bijvoorbeeld, dan zit hij les te geven aan een jongetje, en dan strijkt hij dat jongetje ter afscheid even over zijn duim. Was het wel zijn duim, zegt Renders dan. Noot 22, zoek je noot 22 op. Dokter van Baar suggereert dat het zijn vallus was. Dan denk je, ach nee. Dat vind ik zo ontzettend navrant en vervelend. Maar ik denk dat die, al die psychologie is ook, ik denk, legt een verhult of legt een andere gebrek juist bloot van het boek, is dat het veel te veel, de biograaf ontbreekt durf om die Handlo te vormen. En als een soort verslaggever blijft hij buiten het leven. En dan zeg ik, je kunt wel zeggen dat iemand terug verlangt naar zijn jeugd, en dat zal ook zo zijn. Maar je kunt ook zeggen dat iemand verlangt naar de dood. Maar je moet dan ook nog wel voelbaar maken wat dat verlangen is naar die jeugd. Ja, en ik vind een van de grote gemiste kansen van het boek is bijvoorbeeld, nou ja, je kunt niet om de moederfiguur heen in het boek. Hij sliep tot zijn 16 of zo bij zijn moeder in bed. Maar ze wel nou ja, ik bedoel, wat voor ja, of je nou voor van Freud houdt of niet, daar kun je toch niet omheen. En dan, die moederfiguur is enorm belangrijk. Die heeft erg te maken. Je voelt dat er iets gebeurd is, of juist iets niet gebeurd is, wat hij zou willen dat gebeurd is in de jeugd, wat zijn leven bepaald heeft. En dan op driekwart van het boek sterft die moeder, en dat is enorm belangrijk. En ze is kanker, en ze gaan samen naar Lourdes. En vlak na dit bezoek, en zijn natuurlijk zwaar katholiek, die moeder is altijd zwaar katholiek gebleven en hij worstelt ermee, en dan sterft ze. Nou, dat is ongetwijfeld een catharsis of een belangrijk gebeurtenis in het leven. Dat wordt in drie zinnen afgeraffeld. Ja, maar goed, dat doet Renders eigenlijk vrij systematisch. Hij heeft voor dit boek heel veel onderzoek verricht. Daar heb ik toch ook groot respect voor, want hij heeft ontzettend veel bij elkaar gehaald. En soms, als je iets aan de weet komt over de ingewikkeldheid waarmee dat gedaan is, nou, petje af, die man heeft zich waanzinnig geconcentreerd op de kleinste dingen uit die levensgeschiedenis. Tegelijkertijd zie je dat hij, het lijkt haast opzettelijk, geen gevoel heeft voor het drama in dat leven. Want maar komt dat niet omdat er, wat mij toch essentieel lijkt voor echt een goede biografie, en ik ben een beetje bang dat Renders daaraan ontbroken heeft, is dat je toch een enorme affiniteit moet hebben met zijn schrijver. Je moet ook afstand kunnen nemen, maar je moet je beslissen een affiniteit met een schrijver. Ik zeg niet dat een boek over Handel door een pedofiel geschreven zou moeten worden, maar het is wel je zo. Je denkt wel dat het zou helpen. Nee, maar je moet een bepaalde, zelfs als je kan soms ergeren, omdat zo'n schrijver je zo lief is aan zijn rare trekjes of zo'n onaangename trek, dat kan allemaal. Maar het is absoluut volgens mij een kwestie van affiniteit. Ja, en dat Renders die onvoldoende heeft, dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat hij ontzettend veel ironiseert. En heeft dat met Handlo te maken? Of heeft dat toch met de keuze van die biograaf te maken? Het heeft met de keuze van Renders voor Handlo te maken. Ja, dus het heeft met de auteur te maken. Nou, op dit is ook schroom. Dat geloof ik niet. Het is ook schroom, omdat hij zegt, gek genoeg, hij schrijft een soort nastuk over biografie in het algemeen. En dan zet hij een programma uiteen, wat heel aardig is. Alleen hij voert het zelf niet uit in zijn boek. En ik denk, het is ook, bijvoorbeeld, Handlo was pedofiel. En je merkt in al die verslagen, er komen tientallen voorbeelden van jongetjes die hij benadert. Wat er ontbreekt aan die verslagen is de broeierigheid. Ja. Ook de dubbele agenda die een pedofiel volgens mij altijd zal hebben. Met in een gezin komen en dan zich ergens toch een soort andere gedachten hebben dan men denkt dat hij heeft. Dus het is een heel broeierige sfeer. In dat gezin Leo To, hè? In de jaren 50 komt hij dan in Amsterdam terecht in dat gezin Leo To. En daar is dan een jongetje, Jossie, waar hij duidelijk heel veel voor gevoeld heeft. Renders blijft heel erg aan de buitenkant van die belevenis. Ook al maakt hij dat gedicht, wat Handlo over dat jongetje schrijft, belangrijk. En volgt hij dat jongetje ook nog in zijn latere leven. En krijgen we ook nog te horen dat, wat was het ook weer, op de trouwerij Handlo ook nog geweest is. Zoals we trouwens van al die jongetjes horen, hoe het later in hun leven. Ja, ze
verhaal allemaal. Dus wat dat betreft is het gevaar van de PvdA sterk overdreven. Iedereen trouwt. Iedereen komt terecht. Ja. Wordt uitgegeven. Zelfs Ronald Dietz, die voorkomt, de uitgever van het boek, die daar voor voorkomt, is goed terechtgekomen. Ik denk het ernstigste probleem is toch dat hij misschien niet... hij heeft waarschijnlijk geen affiniteit gehad met de pedofilie, maar hij heeft het ook niet met de poëzie. Nee, maar dat is ik al. Dat is een veel voorbeeld. Als hij een boek schrijft over... Als Hanlo zijn eigen geval analyseert. Zonder geluk valt niemand van het dak. Dan zegt Renders ergens... het is niet alleen een verslag. Het is ook met literaire middelen probeert hij een literair effect te sorteren. Terwijl het boekje literatuur is. Ja, het is een evidentie van kunst, zeg maar. Terwijl het toch echt hier beschouwd wordt alleen maar als een verslag van psychiatrisering, waar zo nu en dan eens een keer een apart bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt. En dan heb je eigenlijk een minachting voor precies waar de essentie van Hanlo over gaat. Namelijk dat hij altijd als kunstenaar heeft willen leven, dat de essentie van hem is de vorm, niet de inhoud. Ja. Dat zie je ook aan de, laten we zeggen, aan de omvang van het boek. Die enorme overdaad. Die ongelofelijke verzameling feiten. Alsof er een vrees is bij de biograaf. Welk feit dan ook maar te missen. Maar daar lijken me inderdaad twee redenen voor. A, dat misschien toch meespeelt. Ik weet niet in hoeverre dit boek afwijkt van het proefschrift. Maar dat hij toch heel erg bang was om iets te missen. Dat zie je bijvoorbeeld bij de verschillende interpretaties die hij dan de revue laat passeren van bepaalde gedichten. Dan krijg je, soms is het ook een beetje opzommerig. Maar dat kan zijn omdat hij doodsbang was dat er iemand misschien... Nou, ik denk dat het niet zo is. Het is toch een beetje, als we nou hier over het Pieter Pan syndroom spreken als ziektebeeld. Iets wat ik zou willen noemen het syndroom van Prik, Harry Prik, de Van Dijsselbiograaf. Je mag geen woord... Nee. Over zo'n leven missen. Maar, je krijgt dus heel veel overtollige informatie. We hebben het al gehad. Ja, maar kan dat ook niet zo zijn, dat was dan mijn tweede punt, dat het toch weer te maken heeft met die affiniteit met en de man en het werk, of en het werk en de man. En dat hij misschien daarom onbewust, nu ben ik Renders aan het psychologiseren, zich enorm heeft uitgeleefd in al die context. Het is diezelfde schroom van niet... Misschien is het nu bij zijn bal grijpen, ben je gecastreerd, iemand is een beetje een verkeerd beeld. Maar die schroom om werkelijk, dat aplomp te wagen, om je toch in zo iemand, om iemand tot leven te roepen. Nee, tegelijkertijd staan natuurlijk altijd bij elke Nederlandse schrijver staan een aantal gekken die zegt alles moet erin. Dat is een nawoord en tegelijkertijd is het er toch voor bezweken. En hij heeft een enorme hang naar petit histoire. Daar heb ik een enorme hekel aan. Een enorme hang is één ding, maar een hang naar een volledigheid daarin, dat gaat wel. Het is heel elementair, er kan geen hospita komen, of je krijgt niet haar voornaam, maar ook nog de mailnaam. Je krijgt alles. Je krijgt haar geschiedenis, met wie ze was geweest. Ja, dat kan ik me wel... Die verloofde krijg je ook nog helemaal... Schroom lijkt mij... Dat zou heel goed kunnen. Maar volledigheid uit schroom. Het probleem, niet alleen uit schroom, inderdaad. Ik denk dat je gelijk hebt als je zegt dat dit een academische biografie is. En een biografie is... Het is altijd heel vervelend om in genres te denken. Ik bedoel, genres zijn hulpstukken, zijn krukken voor mensen die... Als je biografie een genre wil noemen, dan zou je denk ik ervoor moeten waken om het een historisch genre te noemen. Het is veel eer een literair genre. Precies. Je moet een beeld willen maken van degene over wie je schrijft. Ja. En als je dit boek uit hebt, dan weet je wel iets over het ziekteleven, het verblijf in klinieken, de namen van de hospita's. Maar om nou te zeggen, ik heb nu een beeld van wie de dichter, de schrijver... We zijn een dichter kwijtgeraakt en we hebben er een patiënt bij gekregen. Ja, maar net als bij Pushkin, hij mist ook een soort... Hanlo is zijn hele leven geworsteld met katholicisme. Hij heeft ook bijvoorbeeld, toen hij nog zwaar katholiek was, ging hij te strijden tegen het dansen. Terwijl hij helemaal dol was op jazz. Negermuziek heette dat toen nog in de jaren 50. Bij gebrek aan hygiëne bij het uitreiken van de hostie. Dat is ook een mooie. Hij zet voortdurend een soort ideaal, wat absoluut een soort houvast. Je kunt met Marguerite Duras en het communisme een soort een heel strak harnas om zich de chaos van het lijf te houden. En die chaos, die staat ook voortdurend te drijven, want het leven is totaal vormeloos. En daardoor wil hij naar een soort zuiverheid, ook in zijn poëzie. Want er wordt met Mondriaan, geloof ik, door Berlin vergeleken. Er zit een soort hang naar ik denk dat die vergelijking strakke zuiverheid heel in, om een soort essentieel iets te pakken. Anders wordt hij weggespoeld in een soort chaos van emoties. Ja. Maar ik bedoel, vrij dodelijk vind ik op een gegeven moment dat pagina 467, noem ik maar, staat bijvoorbeeld...
na dat handel ongeveer met iedereen mattend in elk café uitgezet is. Vier keer in de gevangenis heeft gezeten, bij wijze van spreken, staat er... handel was geen makkelijk mens. Ja. Het tekent de biograaf dat we dat niet... Op een iets adequatere manier zelf hebben mogen. Je moet het voelen, ja. Ja. Oké, okay, we gaan naar de laatste biografie van deze stapel. Dat is de biografie die Laure Adler schreef van Marguerite Duras. Marguerite Duras, de schrijfster van ook in Nederland beroemd geworden boeken als L'Amant en La Douleur. De schrijfster van scenario's, filmscenario's, van toneelstukken. Savannah Bay is een stuk dat ik graag noem, omdat het een... in mijn ogen een erg mooi stuk is, Hiroshima Mon Amour. Dat script is ook in allerlei hoedanigheden bij ons bekend. Marguerite Duras levensverhaal, een heel erg Frans levensverhaal... met wortels in de Franse koloniën in Azië, geboren in Vietnam. Ook een Frans levensverhaal omdat de Tweede Wereldoorlog er een belangrijke rol in speelt. In de besprekingen van het boek is daar veel op gewezen... dat die oorlogsgeschiedenis die in het boek De Minnaar een belangrijke rol speelt... in werkelijkheid toch ietsje gecompliceerder in elkaar zit... dan de roman ons had willen doen geloven. Verbonden in dat oorlogsverleden ook met Mitterrand. En dan in de jaren 50, 60 met de avant-gardistische bewegingen in de literatuur en in de film in Frankrijk. Totdat ze in de jaren 80 zo ongelooflijk beroemd is. Dat wij haar in ook haar ziektegeschiedenissen op de voet mogen volgen. Het is een kloek boek. Het is een door en door Frans boek. Willem, wat vond je van Adler's Duras-biografie? Ik vond het ook wel een leuk boek. Er zit een heel hoog damesbladgehalte in. Maar het zit zo dicht op het leven. En dat leven hangt zo ook samen met dat wordt, laten we zeggen, au jour le jour wordt dat geleefd. Omdat ze heeft namelijk één groot voordeel, mevrouw Adler. Dat is dat, in tegenstelling tot iemand die over Pushkin schrijft, Duras is haar eigen biograaf geweest. Die heeft in haar oeuvre... Maar tegelijkertijd ook haar eigen mythomaan. En haar eigen mythomaan, natuurlijk. Ja, nee, maar dat hangt heel erg samen. Die heeft dus verschillende versies van haar eigen leven in haar oeuvre verweven. Ik wil nog een opmerking maken over dat damesblad gehaald. Het is keurig dat je je ding opsteekt. dat zou ik vaker willen zeggen. Jij mag. Ja, damesblad gehaald, maar dat noem jij damesblad gehaald. Daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Want dat is nou precies wat ik bedoel met affiniteit. Met zowel het werk als het leven van de schrijfster. Dat, waarschijnlijk wordt het ook een beetje in de hand gewerkt. Omdat toch wat vrij, in ieder geval in Nederland, zou kunnen. Hallo, kom op. Is het dat is het helemaal toch een beetje... Tegenwoordige tijd is geschreven. Niet maar helemaal. Het is een enorm enthousiasme voor de schrijfster maar, van de biografe. Maar tegelijkertijd houdt ze ook de nodige distantie. Maar het niveau van babbelen zit er wel degelijk in. Babbelen, ik vond het een geweldig boek, moet ik zeggen. omdat de biografe introduceert zichzelf, laat haar gezicht zien in het eerste hoofdstuk al. En ze zegt, ja, echt bevriend waren we niet, maar kwam veel op bezoek. En ja, en kijk, een groot schrijfster, maar ze had in haar tas had ze een flinke stiletto natuurlijk. Dat is al aangegeven en dat is heel Frans, vriendinnen onder elkaar. Je hebt altijd messen bij zich. Maar dat staat er toch niet in, hoop ik? Nee, maar dat is een metafoor. En biografieën is ook metafoor, weet ik. En wat vanaf het eerste hoofdstuk staat daar een levend iemand. Ja. Je voelt meteen. Ja, maar dat de komt spanning. Al door zoals zij duidelijk maakt waarom ze deze biografie heeft geschreven. Ja. Ze begint met te vertellen: ik was in een zomerhuis, het regende. Wat vond ik daar? Een roman van Marguerite Duras. Dat vond ik een mooi boek. Ja. Daardoor raakte hij gefascineerd. Dus in die zin doet ze iets heel verstandigs. Want ze legitimeert meteen waarom wij dit boek zitten te lezen. Ja. Maar vervolgens schakelt zichzelf op geen enkele manier uit. Zij blijft zeer aanwezig in de biografie. En ze zegt ook, ik weet niet of mijn versie... Duras heeft zoveel versies van zichzelf gegeven. Ik weet niet of mijn versie nu de definitieve is. Want ik weet ook niet precies, een heleboel dingen zijn niet de waarheid. Maar wat wel de waarheid van het boek is, is de voorkomen dubbelzinnigheid van Duras in alles. Maar je ziet ook wat iedereen nu verbaasd is over die biografie, is dat die L'Amant, dat het geen mooie, zoals in de film, een prachtige kerel was, maar een hele pokdalige, en dat ze het voor het geld deed. Maar dat raakt wel die wereld van Duras. Een keiharde, en dat keiharde is ook dat ze haar minnaar of een andere man, dat is niet helemaal duidelijk, dat krijg ik niet helemaal duidelijk, maar misschien mijn kennis van het Frans, duidelijk, gemarteld heeft. Ze gaat in de oorlog om, haar man is afgevoerd naar uiteindelijk Buchenwald, haar eigen man. Zij gaat een soort rare liaison dangereuse aan met een collaborateur die eigenlijk niks weet, maar zij zegt ik doe het om te weten komen waar mijn man is. Ik
gaat er een soort relatie mee aan. Haar minnaar van dat moment gaat een relatie met de vrouw van die collaborateur aan. Krijgt er een kind bij. En die verhouding kost de meneer Del Val zijn kop. Uiteindelijk wel. En misschien heeft ze hem gemarteld. Zij zelf. En ze spreekt zich ook uit van natuurlijk heb ik gemarteld. En ze geeft een soort... Dus het universum van Duval is heel erg hard. En dat zit ook in haar boeken. Maar... omdat het toch wel diepe wonden waren, heeft ze het wel veel mooier gemaakt vaak in de boeken. En ik moet zeggen dat deze biografie brengt die wat ik wel echt wat ik net wat mis in die andere boeken, bijvoorbeeld het Pushkin-boek, dat claustrofobische zit hier heel erg in. Nou ja, dat is dus schitterend gedaan. Kijk, het hele punt van de schrijversbiografie, je moet een verhouding zien te vinden tussen het levensverhaal en het oeuvre van iemand, dat is hier heel erg mooi gedaan. Omdat je in dat oeuvre, kom je een heleboel dingen tegen waarvan je denkt, nou, dat zal dan wel op dat leven slaan. En dat heb je ook vaak gehoord. En Duras heeft dat ook in interviews en in filminterviews ook wel verteld. En wat je hier heel mooi ziet, is dat ze niet probeert te ontmaskeren. Dat ze ook niet debunking probeert te zijn, maar wel degelijk in zekere zin meer waarde aan die romans toekent. Doordat je ziet, dat zijn vruchten van de verbeelding. Ja, en Adler slaat natuurlijk precies de spijker op zijn kop als ze zegt over, en dan gaat het weer over die verhouding tussen werk en leven, die dan toch, waar het ons toch uiteindelijk allemaal om gaat, waarbij ze zegt, Duras heeft die boeken geschreven om haar leven te raccommoderen. En dat is exact het goede woord, want het betekent dus om zich met haar leven te verzoenen, maar raccommoder is eigenlijk verstelwerk doen, dus kapotte sokken stoppen. En dat is natuurlijk precies Het is natuurlijk een ellendig leven van veel kapotte sokken. Wat in die literatuur, als het ware, toch een heel gemaakt is. Waardoor op een gegeven moment die megalomanie aan het einde, dat ze dan nog eens over zichzelf in de derde persoon spreekt. Oude boeken herlezen en zegt, dit is niet Duras. Maar dat wordt wel begrijpelijk gemaakt. Ja. Dat is niet alleen maar dat je denkt, het is hartstikke gek. Ze drinkt 8 liter goedkope pinaar per dag. En een plastic tuit uit een pak. En ze heeft een minnaar die homoseksueel is, maar die zet ze ook naar haar hand. Al die gekkigheden en excentriek, die krijgen wel... Binnen die wereld snap je het wel. En maar dat vind ik wel. Een probleem vind toch, is dat je toch van zo iemand verwacht dat die in al die hardheid, ook toch een soort, in al die meedogenloosheid die ze anderen oplegt, die ertoe leidt dat ze bijvoorbeeld een mevrouw die ervan beticht wordt haar eigen kind vermoord te hebben, uiteindelijk inculpeert, ook al wordt ze vrijgesproken, maar dat ze dan toch niet die hardheid ten opzichte van zichzelf kan toepassen. Nee, maar... Als je L'Amant leest, dan wordt daar haar verleden in de Tweede Wereldoorlog gereconstrueerd. Dan zegt ze op een bepaald moment, er is geen verschil tussen collaboreren en verzet. Maar hoe illustreert ze dat? Door een paar vrienden te zeggen, zij waren collabo's en ik was communiste. Natuurlijk maakt dat geen verschil, maar je ziet het verschil wel. Ja, natuurlijk. Dat is zo'n intense leugenachtigheid. Maar wacht even. Want daarmee zit je, geloof ik, op een heel belangrijk aspect van deze biografie. Wat Adler geprobeerd heeft, is dat levensverhaal te vertellen, maar wel degelijk ook te duiden. En dan gaat het inderdaad over die mythomanie van Duras. Waar jij al over spreekt. Als je zegt, aan het eind spreekt ze in de derde persoon. Ik vind het meesterlijk dat ze pas in 92 staat ze toe dat haar eerste boek uit 43 herdrukt wordt. 50 jaar lang gezegd, dat is zo ongelooflijk zwak. Daar moeten we niet meer. Maar dan is ze zo beroemd en zo groot. Dat zegt, dat kunnen we nu wel hebben. En dat het hele leven bestaat uit het redigeren van dingen waarbij bovendien, en dat vind ik het magnifieke eraan, ook aannemelijk wordt gemaakt dat logisch, dat is een raar woord in dit verband, maar organisch uit dat leven voorkomt. Met die paradijselijke omgeving in Azië waar die jeugd ligt, die jeugd die wreed verstoord wordt door de dood van de vader, die als Marguerite Duras nog jong is, naar Frankrijk gaat en daar inderdaad sterft, zodat die vader uit dat leven verdwijnt. En tegelijkertijd zie je, en dat vond ik ook een geweldig moment, dat Duras wist wat ze deed. Er komt een moment voor waarop de biografe vraagt aan Duras, moet ik niet naar dat Saigon en naar die Mekong-delta, die zo'n belangrijke rol speelt in je boeken toe? En dan zegt Duras, als je 30 kilometer stroom opwaarts langs de Seine, dan heb je hetzelfde. Zodat je ziet dat ze haar eigen mythe kent. Ja, maar zo werkte Duras ook, want ze heeft zelf ook een flink aantal films gemaakt nadat ze eerst de scenario's schreef. En ze heeft bijvoorbeeld de India Song, wat denk ik haar bekendste is. Het is altijd films voor een klein publiek, het zijn ook hele literaire films. Maar India Song heeft ze opgenomen in een leegstaand huis in Nanjing. En dat zag er absoluut, ik heb die film gezien, dat ziet er precies, je zou zweren dat het opgenomen is in de Mekong-delta. Ja, maar waar het dus mij om gaat is dat, ook ze, echt. Dat ze zelf de boel regisseert en dat haar biografen ook dat wel weer doen. Toch vind ik dat ze dan toch het slachtoffer wordt van haar eigen spelletje.
Wie ja, is Duras. Duras. Ja, ja. Mm-hmm. Maar ik vind dat het verdienste van de biografie en de rechtvaardiging ja, van deze heel, biografie heel, 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 is dat het die. Kijk, het is ook een onleefbare wereld waar zij in zit. Het is, de Lamant is onleefbaar, dus ze maakt er een mooie man van. Ja. Ze werd door haar moeder geprostitueerd. Dat is eigenlijk, als ik het even bot samenvat. Ja. Dus zij moest met geld terugkomen. Dat werkt ze allemaal weg. Ja. Ze kon het niet. Het was te onleefbaar, terwijl die waanzin, dat sadistische universum waar het zich afspeelt, die nacht die elk moment kan, maakt ze toch een soort Franse, geeft ze toch een Franse vernis, een Franse romantisch vernis. En dat haalt die biergaven eraf. En dat vind ik een groot. Dat is toch een enorme verschil. Zonder dat het dus probeert, als gezegd, Marguerite Duras te ontmaskeren als een soort bedrieger. Nee, dat is niet. Het enige waar ik er te coulant vind, want jullie roepen alsmaar Frans. Maar het enige wat ik echt Frans vind aan Laure Adler, aan de biografen, dat is dat ze, vind ik wel te vergoeilijkend is over zowel het boek wat Duras schrijft over de koloniën in 1940, waarin werkelijk beschrijvingen van de Annamieten of de bewoners van Vietnam, die ontzettend racistisch zijn. En dan zegt de biograaf, ja goed, dat vond men alleen extreem links. In Frankrijk was tegen de koloniën. En dat is historisch, is dat onjuist voor die tijd. Hetzelfde geldt voor Duras, het feit dat ze pas in 1943, maar in ieder geval nadat ze half passief gecollaboreerd heeft, bij het verzet gaat in 1943. Ook dat wordt door Duras zelf, maar ook de biografen, toch getoond. Dat is toch heel Frans? Inherent. Dat is niet heel Frans, want er waren bij Frans in Frankrijk genoeg intellectuelen, zoals de antropoloog Germaine Tillion, die aan het hoofd stond. Ja, maar we gaan nu niet op sommige de goede nee. hebben volgens mij vaak gezien. Klaar waarschijnlijk. Nee, maar, dat denk ik ook, dat vermoed ik. Nee, maar het is heel erg Frans. Maar die dubbelheid, die dubbelzinnigheid. Vooruit te schuiven, maar het is niet zo dat iedereen in Frankrijk zo was. Nee, maar het aardige eraan vind ik nou juist dat in dat hoofdstuk dat totaal casuele ervan aan de orde komt. Het moment dat bijvoorbeeld Mitterrand, de vriend van Duras, of later dan een goede vriend, dat die volgens mij van wel een op andere dag besluiten naar de andere partij. Ja, maar daar van hem schrijft de Gaulle ook. Hij schrijft in januari 1943, schrijft hij een brief aan zijn baas bij het Vichy-regime, dat hij nu even wat anders gaat doen. Dus het is van een terloopsheid die in die hele groep zit. En er zit ook een soort. Het knappe van het boek is natuurlijk dat ze die dubbelzinnigheid. Ja. Op een gegeven moment, en die spitst er dan toe op die relatie met die Duras met die collaborateur heeft en haar minnaar met die vrouw van de collaborateur. Dan krijg je een soort vreemd miasma van dubbelzinnige betekenis. En dat het uiteindelijk niet meer duidelijk is. Ja. Maar aan de andere kant is het ook een wereld waar ze eerst zichzelf overgeeft aan zo iemand, de slavin ervan wordt, en vervolgens uiteindelijk de zweep in te pakken krijgt. Ja. En dat is helemaal Durasien, om het misschien wel heel fout te zeggen. Maar iemand die zich enorm heeft laten meeslepen, altijd door haar passies. Daar kon ze ook heel goed over schrijven, zeker voor een vrouw, wat in de tijd, zeker dat ze begon te schrijven, werd ze meegesleept door haar passies? Maar ze was ook dol op haar passies, ze was ook dol op seks. Dat is iets wat zeer. Daar word je inderdaad wel, word je wel van overtuigd. Iedereen die aanbelde. Maar dat je dat ook opschreef. Of nou niet zelfs als ze niet aanbelden. En bij voorkeur de minnaars van Sartre en Beauvoir. Ja, er zijn ook nog wel geweldige scènes in ontstaan op het moment dat haar man weer verhoudingen met anderen heeft. En een van die minnaars ook weer een vriend wordt van die man. Zodat het een ongelooflijke, onontwaardbare kleur wordt. Ook dat past in het boek in die weer. Een soort roofdieren seks is het ook. Dat is niet mijn specialiteit. Leg even uit hoe dat precies in elkaar zit. Nou, dat leuk, Bas? Het krijgt absoluut het gevoel dat dat een tot op late leeftijd. En dan krijg je ook weer een heel vreemde situatie met een homoseksuele minnaar die ze eigenlijk zo vangt en zo verstrikt in haar web. En komt dat de leeuwen voor? Die moet het ook bij haar doen als een soort, ja, dat is een soort overwinning als hij het met haar doet, zeg maar. Dat devoreren, zullen we zeggen, dat verscheurende, zit heel vaak in die. Nou ja, je ziet het aan die correspondentie van die vrienden, van die mannen. Ja. Die allemaal vertellen dat ze onophoudelijk met z'n bed wilden. Ja. En er is er één die zelfs opmeten die dat allemaal veel te vermoeiend vindt. Nou, dat bedoel ik met roofdieren seks. Oh ja. Jawel, maar ze durfde ook heel sensuele boeken te schrijven. Dat is toch bijzonder. Ik heb altijd een grote sympathie gehad voor dat suggestieve dat in haar proza zit. Dat poëtische. Er is een toneelstuk van haar, van Duras, dat heet Savannah B. Dat gaat over een oudere actrice die in aanwezigheid van een jongere actrice zich dingen begint te herinneren. En niet helemaal duidelijk heeft of dat haar eigen levensverhaal is of de rollen die ze gespeeld heeft. Of ze zich in Rusland
ten tijde van de kerststuin heeft bevonden, of dat dat inderdaad een rol is die ze enige tijd gespeeld heeft. Dat, wordt daar, dat schuift daar meestelijk over elkaar. Ik heb altijd gedacht dat dat speciaal voor de ouderen en niet zo meer bij de tijd zijnde actrice Madeleine Renaud was geschreven. Daar is het ook voor geschreven. Wat een fenomenale actrice. Wat een geweldige actrice die ik ook heb zien spelen. Maar als je nu, na het lezen van deze biografie, terugkijkt naar zo'n stuk, dan denk je, eigenlijk is zo'n stuk ook weer bij uitstek autobiografisch voor Duras zelf, die ook verbeeld werkelijkheid en werkelijkheid door elkaar roept. Dus in die zin beïnvloedt het je lectuur, in ieder geval wat mij betreft, zeer. En natuurlijk ook de figuur van die moeder, waar we het nog niet over hadden. Maar dit was ook natuurlijk een moeder die ja, ongelooflijk, ik bedoel, kwaadaardig en ook heel sterk. En waanzinnig. Ja. Dus is natuurlijk maar je kunt je afvragen of niet sommige boeken van Duras meer Marie Claire zullen blijken te zijn dan deze biografie. Omdat die scherpe kanten die deze biografie aan dat oeuvre teruggeeft, eigenlijk, denk ik wel, een boek als De Minnaar wel voor goed veranderen. Ja. Oké, dat lijkt me een mooi besluit van dit debat. Dat gaan we dan morgen onderzoeken. Ik dank jullie voor dit gesprek en ik dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Ja. Dat is een aardig punt om te kijken of het inderdaad mij de boeken zijn straks. Dames en heren. Ja, dat is een hele goede aanspraak. Maar wat voor mij toch wel heel interessant is, dat ik nu veel beter begrijp waarom ze niet alleen De Minnaar, want De Minnaar was ongeveer de 10e herschrijving van hetzelfde verhaal vanaf Le Barrage du Pacifique, wat trouwens een prachtig, wat ik eigenlijk een mooier boek vind, maar dat eindeloos maar weer boek, dat leven doorspitten en zo, dat begrijp ik nu toch veel beter. Ja. Dat wat ik wel weer grappig is, want de Barrage is als een vrouw die helemaal gefnuikt wordt door de wereld, maar die dan gewoon in het leven van Duras in Frankrijk opduikt, een stinkend rijk blijkt te zijn door allerlei pensions en zo. Ja, uiteindelijk is ze heel rijk. Ze heeft eigenlijk gewoon...